Patrick van der Hoeven. Ja. Leuk dat we zijn in Woerden bij jou op het terrein. Nou, dat zie je natuurlijk meteen dat we niet in Assen zijn. Dan moet ik even aan de kijker uitleggen. Dus tijdens het festival zijn 3 filmpjes, zijn er bestanden van verloren gegaan. Dus die 3 filmpjes, deze Patrick van der Hoeven, van Krommenhoek en Stebo, die doen we nog even opnieuw. Op locatie bij het bedrijf zelf. Dus daarom zijn we nu bij jou in Woerden. En laten we maar meteen... Ja, daar gaat het tenslotte om, hè? Jouw trots. En Scania 77 ST, dat is natuurlijk een torpedo. Weet je de hoeveelste dit is van Vlastuin? 33. De 33ste, kijk. Nou stond jij vorig jaar ook met deze auto bij de verkiezing. Dus de trekker dan, er stond een andere trailer achter. Maar toch is het eigenlijk een hele andere auto. Ja, ja, we hadden een klein pechje gehad. Ja. Met een nieuwe keeper. Dat was een productiefout, die cilinder, zeg maar. Ja. Toen je gekiept was, bijna bovenin brak de cilinder. Kijk. En die kwam achter in de cabine. Toen heb ik gelijk tegen Van Winkoop gezegd, laten we van de nood maar een deugd maken. Maken we de cabine even 40 centimeter langer. En dat is dan, is dat de enige die dan deze lengte nu heeft? Of zijn er meer van? Er is er nog één van, volgens mij. Hey, en de binnenkant, mag ik de deur openen? Ja, tuurlijk. Kijk, dit ken ik volgens mij nog wel. Ja, ja, dat is hetzelfde gebleven. Alleen het bed is groter geworden. Het is nu een 2-persoonsbed, zeg maar. Ja. En de kastenwand is dieper geworden. Kijk. Dus daar kunnen we nou gewoon een hele tas in zetten. En nou zeg jij 2-persoonsbed, lig je er wel eens in met je vrouw? Nooit. Wel met een ander, oh nee. Is er nog iets in het interieur origineel? Nee, helemaal niks. Nee, nee. Allee, ieder dingetje is wel aangeraakt. Nou, was ik net bij jou in de kroeg. Ja. Nou, een beetje dat gevoel krijg ik hier ook bij. Ja, 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 daar hou ik van. Hey, en ik weet wat er hier namelijk achter zit. Ja. Hier hebben wel even leuk om te laten zien. Kijk. Echt een soort van... De torpedo's die we hebben. Deze heb je nu allemaal nog? Ja. Ja, is misschien nog even een vraag, maar... Staat dit erin voor de show of heb je dit altijd bij je? Altijd. Maar die staan al vast, of hoe heb je dat gedaan? Ja, die hebben we vastgezet met een schroefje onderdoor. Kijk. Hey, en ik zie mooie stalen pijpen. Ja. Functioneel of voor de sier? Functioneel. Kijk. Met mooi geluid eruit, denk ik. Mooi geluidje eruit. Ja, dit is eigenlijk een soort van combinatie van slangenrek en steun voor de staande uitlaten, neem ik aan. Ja. En dat is verlicht, het V8 logo. Ja, het V8 logo is verlicht. Ja, zie je nou slecht. Nee, ik kan wel redelijk zien. Ja. Hey, en dan zie ik nog wat special paint achter op de cabine, Street Fighter. Ja, Jean-Claude Van Damme van de film Street Fighter. Waarom heb je daarvoor gekozen? Ja, vind ik ten eerste een hele goede film en ik ben wel fan van Jean-Claude Van Damme. Dus. Kijk. Hey, en dan komen we nu eigenlijk bij hetgeen waar jij het werk mee doet. Want wat vervoer jij nou met deze auto? Zand, grind, hoofdzakelijk zand en grind en graniet. En waar haal je dat op? Hoe gaat dat? Hoe ziet het bij jou dan een werkdag eruit? Ja, we gaan naar de zandput. Nou, daar is het ongeveer net zoals hier op de grond. Voordat we daar 's morgens, voordat het licht is, is de auto smeren. Kijk. Dan zie je niks meer van het wassen. Dus het is eigenlijk extra knap dat je er weer zo netjes bij staat. Ja. Maar dan breng je dat dan hier naar jouw eigen terrein of naar klanten? Hier naar het terrein rijden we veel. En naar klanten. Gewoon voor... ik heb nog een heleboel klanten die ook zoiets hebben waar we leveren. En een paar betoncentrales waar we aan leveren. En daar leveren we zand en cement en griep. Kijk, hey, het valt mij meteen op, hij is echt helemaal dicht, die keeper. Ja, dat vind ik mooi. Want zelfs de voorkant is dicht. Ja. Ik zie niet eens een steunpoot. Zitten ze er wel onder? Ja. Kijk, waar heb je die verstopt dan? In de kassen? En het is zelfs zo dat de steunpoten die gaan hydraulisch naar beneden. Oh, kijk. We hoeven niet te slingeren. Liever lui dan moe. Liever lui dan moe. Achterop zie ik weer een mooi spotlamp met Street Fighter staan. Ja. En zijn alle lampen ook knipperlichten en remlichten of hoe zit dat? Alles is remlicht en knipperlicht alleen de buitenste. Okay. De middelste niet. Hey, nou weet ik dat vorig jaar was een minpuntje dat de strepen geplakt waren. Ja. Mag ik even voelen? Ja hoor. Kijk. Strepen zijn allemaal, alles is gespoten en je voelt ze niet meer. Je voelt ze niet meer. Hey, dit is achterste stuurras, hè? De voorste. De voorste en de achterste sturen. En de voorste twee kan je dan liften, denk ik? Ja. Hey, en hier stuurt dan... Dat stuurt mee allemaal.
Dus zeg maar dit gedeelte? Dit gedeelte stuurt mee, met de hele bumper stuurt zo mee. Als je er zo naar kijkt, kan je bijna niet voorstellen dat het allemaal kan draaien en bewegen. Zo strak zit het allemaal op elkaar. Ja, we hebben het heel strak. Het was een hoop passen en meten. Ja. Want we hadden dit eerst helemaal dicht zitten. Ja, toen kwamen we erachter. Als je stuurt, dan kom je overal tegen. Ruimte tekort, ja. Dus vandaar dat die ruimtes ertussen moeten zitten. Omdat die as... Wat vind je nou zelf gewoon aan de hele combinatie echt dat je denkt van hier ben ik nou echt het meest trots op? Nou, eigenlijk op de hele auto, met deze trailer erachter. Vind je hem zo mooier dan hoe je er vorig jaar bij stond? Ja. Ja, dit past beter bij elkaar. Dit past beter. Ja, vind ik ook. Nothing beats me. Nee, dat proberen we in ieder geval wel. zelfs een brekende, klappende cilinder niet. We gaan gewoon weer door. Ja, precies. Hey, 30 jaar. Ja. Nu op het moment 32 jaar, ja. Hey, en dat was de reden ook dat je deze auto aanschafte? Ja, met 30-jarige bestaan hebben we deze auto aangeschaft om... ik wou altijd zijn neus. Yeah. Ik heb ook tegen Vlastijn toen gezegd, toen die maakte, zei ik Vlastijn, zo een wil ik hebben. Yeah. Alleen zonder EGR, en de eerste waren 37. Mm-hmm. En dan zat de EGR, dan daar komt gewoon geen geluid uit. Nee, dat klopt. Oh kijk, hier staat hij. Dit is hem, zo stond je er vorig jaar bij, toch? Ja, zo stonden we er vorig jaar bij. We hebben er expres even bij. En rijdt hij ook altijd mee? Je rijdt ook altijd mee. Je bent nooit alleen eigenlijk. Ik ben nooit alleen, joh. Nou weet ik dat jij hebt volgens mij nog ongeveer een loods volstaan met oldtimers en hobby. Ja, klopt, ja. En nou wordt er wel eens gezegd, ik doe hem nooit meer weg. Ja, maar... Maar deze? Als ik het ken, doe ik hem nooit meer weg. Nee, precies. Als niet te koop. Nee, oké. Okay. Hoeveel keer heb je al op Assen gestaan met auto's van jou? 13 keer. 13 keer. Maar deze mag er volgend jaar niet meer staan. Nee. Maar dan hebben we weer een ander misschien. Wie weet. We zijn druk bezig met een trailer, een bulk trailer. Die zijn we helemaal aan het ombouwen. Ook met kisten, alles dicht. En daar staat een S530 voor. Dus we hopen dat misschien dat die volgend jaar alleen maar doet. Insturen, foto's insturen, we blijven het proberen. Gaat helemaal goed komen. We gaan het volgend jaar weer zien. Dat je erbij zit. Super. Hey, bedankt dat we hier mogen ook bedankt. Zijn. En succes met je auto. Dankjewel. Het Profile Truckstar Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Profile.